Yo mis, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live gameplay hier op Call of Duty Modern Warfare 2. Vandaag spelen wij een Domination 6 tegen 6 potje op de map Run-Own of Run-Down. Iedereen noemt hem anders, ik noem hem altijd Run-Down of Run-Own als we gaan ownen. Dus het ligt er maar net aan of we ownen de ja of de nee, maar... Yep, we gaan kijken of we lekkere scoren kunnen gaan neerzetten. Eindelijk weer een keer Modern Warfare 2, dus mocht je nou meer Modern Warfare 2 willen zien, dan kan je het mij natuurlijk altijd laten weten in de comments hier beneden. En dan hoop ik... dat het goed gaat. Ik moet even oppassen voor de Noob Sub Zero aan het begin. Want Modern Warfare 2 zit vol met bullshit. Wat inhoudt dat er die altijd Noob Subs alle kanten van je hoofd omvliegen. En dan wil je liever niet door dood gaan natuurlijk. Dus ik ren eventjes niet naar de zeevracht toe. Maar ik ren mooi gewoon meteen naar een spant. Want ik had een kills pakken. Ah, kut. Jezus, staat er weer eentje daar te campen. Dan kan ik kills pakken namelijk. Ik schrik nu al, hè. Ik schrik steeds vaker, man, in Call of Duty. Oh, jij moet echt leren aimen, houden. Hij had een sniper, hè. Hij hoefde maar één kogel te raken. Alleen dat is gewoon niet gelukt. Kijk uit voor claymores hier. Teammate, kijk uit voor claymores hier. Oké, GG. En dan ben ik dood. Oké, ik ga een scar pakken, jongens. Ik ga geen spammers meer pakken. De teammate rende gewoon echt volledig door. Gewoon zonder te kijken waar hij naartoe liep. En ik was degene die dood ging, dus... ze doen het weer lekker hier, hoor, met z'n allen. Mij een beetje naaien. Ze pakken allemaal die headglitches overal, man. Ah, oh, die snipers overal, jongen. Ik wil weten waar ze zitten. Ik probeer erin te rennen, maar... ik kom er niet verder in dan ik wil. Ik wil er verder. Verder in. Oh, kut, sniper. Ik zag hem. Zit er daar ook weer een? Oké, ik pak ook een sniper. Ik schoot heel scheef daar. Nu ga ik terugcampen ook, jongens. Nu heb ik het gehad. Het is tijd om terug te snipen, jongens. Tijd om ze een lesje te leren. Hoop ik. Oh, fucking camper. Oh my god. Ik heb het spel zo lang niet meer gespeeld. Ik wist niet dat er zoveel mensen zaten te campen hierin. Holy knetterkut, man. Zo de knetter, hé. Toen werd hij gecounterd. Leuk, man. Zie ik helemaal niks meer. Serieus, jongens. Gaan we dit nou serieus op die manier doen? Ik krijg eerst een hitmarker. Toen kreeg ik nog een hitmarker. En toen pas kon ik hem afknallen. Dat is wel echt het toppunt van irritant doen. Ah! Zitten weer ergens daar eentje te campen, man. Shit, sorry. Ze zitten overal te campen, man. Oh, deze is in ieder geval weg. Oké, dat is mooi. Ik kan er niet... sorry. Ik kan er niet in rennen, man. Die enemies probeerde wel in te rennen, maar ja. Ik wil er ook graag in rennen, alleen dat lukt gewoon niet. Ik kan er niet in komen. Ik wil erin. Oh, ik heb dit spel niet gemist. Ik zeg altijd, sommige mensen vinden MW2 de beste Call of Duty die er is. Maar het enige wat ik altijd zeg als tegenargument... is Modern Warfare 2 de Call of Duty met de meeste bullshit ooit gemaakt, gewoon, man. Niet normaal. Teammate, kan je volgende keer ook even helpen of niet? Ik kill twee mensen, dan loopt er nog eentje bij. Teammate, die doet helemaal niks. Die dacht ook, fuck die Jarask, joh. Laat hem maar lekker doodgaan. Oh, Veerken, ga nou weg, man! Raven, wat is jouw score? 9-3. Die heeft sowieso zo meteen een streak. Sowieso, 100% zeker. Ze moet even ervoor opletten dat hij zo meteen niet zijn streak heeft. Het is irritant. Uh-oh. Niet op mij. Oké, wel op mij. Ik werd gecounterd, man. Dus ik kon ook niet zien waar dat ding ging komen. We worden kaart afgemaakt. Alleen op een of andere manier worden we niet afgemaakt. Want ze zitten kaart te campen. Dus ze kunnen ons killen als ze komen. Alleen ze komen niet. Want als ze komen, dan kill ik ze. Alleen nu zitten ze te campen en dan knallen ze ons af. Maar... ja. Dat ja. Snap je hem? Kom dan. Sorry, vriend. Deze keer zit ik eventjes rustig te spelen.
Zij zitten al de hele tijd te campen. Ze komen nu wel verder onze spawn in, omdat ze zien dat het zeg maar vrij is om er naartoe te lopen. Ja, daar hebben ze nog niet zoveel aan. En nu is mijn beurt hier om te campen. Camper hier. Camper daar. Camper Jaraski. Is overal. En nu ben ik een keer de camper, jongens. Dat mag ook wel eens. Vind ik. Oh, kut. Oh, my fucking. Ik heb hem gestuk. Doei. Lul. Net als ik een granaat gooi, kom hij weer aankakken, hè. Oh, kut. Ah. Oh. Het wapen is heel sterk, by the way, deze Scar. Het ding dat killt letterlijk in 2 kogels. Zit er hier iedereen binnen, man? Waar zit je nou weer te campen, ouwe lul? Oh, teammate heeft ze al. Nice. Let's go, teammate. Goed gedaan, goed gedaan. Daar ging mijn teammate. Kut campertje, zo. Die gaat er steeds op dezelfde plek zitten, man. Dus ik zie, serieus. Ik sta nu ook even te campen, hoor. Oh. Ik mag ook wel eens campen. Ik doe het gewoon even terug, hè, jong. Ik heb echt geen flauw idee waar ze... Gaan ze weer met z'n tweeën. Ze zitten, er zat er eentje op de trap en er zat er eentje naast, man. Jongens, ik ga zo slecht. Deze map is ook helemaal niet chill, vind ik. Maar dat is mijn mening. Maar nu wil ik wel gewoon even normaal. Teammates, kunnen jullie me helpen? Want er staan 3 man op de jankje. Dank je. Je hebt nooit iets aan je teammates, jongens. Onthoud dat. Kut camper. Ga nou heen, man. Lekker teammate. Lekker Jaraski. Oké, ik blijf hier campen, ja? Nu zijn wij de campers. Ik weet niet of dit goed gaat aflopen. Maar oeh, daar ging mijn teammate bijna gek. Maar ik hoop wel dat dit goed gaat aflopen. Ik moet hier weg, man. Zo, nu zijn we hier te campen. Gewoon even terug campen. Niks aan de hand. Ze weten nu waar ik zit, man. Dat is het erge. Ze weten waar ik zit, want ik ben kaart aan het campen nu. En het probleem is, ik weet niet waar zij zitten. Enemies, ik ben aan het campen. Ik weet echt niet waar ze zitten, man. Waarom? Want als ik aan het campen ben, dan lukt het niet. Oké, misschien nog wel een klein beetje. Zo. Zo doen we dat, jongens. Zo camp je, jongens. Tada! Deze gaat heel scheef, maar dat maakt niet uit. Dank je. Oh nee, nu heeft ze een Harrier Strike. Shit. Jongens, ik blijf nog even campers. Oké, niemand heeft die gezien. Stop. Stop. Die fucking granaat, joh. Wat was dat? Even zonder grap. Ik moet die blijven campen, want ze hebben een Harrier Strike. Dus ik kan nu nergens naartoe. Hé, hey, Harrier Strike. Ik blijf gewoon campen. Ik blijf gewoon zitten. Wij zijn nu zo noob, jongen. Dat is echt niet normaal. We hebben gewoon geen enkele vlag. We hebben gewoon serieus geen enkele fucking vlag. Jongens, jongens. Wie is het idee was nog geen enkele vlag? Oh, nee, nee, nee. Nee, nee, nieuw Harrier Strike. Oh. Ik kan hier niet weg, man. Dan schiet die Harrier, meneer. Nice, teammate. Oké, we hebben een vlag, jongens. We moeten echt die B... Ik wil eigenlijk die B-vlag pakken, maar... Het probleem daar is, die ga je nooit van je hele leven krijgen, dat ding. Dat is niet zo slim van je, jongen. Hoe kan je die B-vlog überhaupt pakken in deze map? Dat heb ik nog nooit gesnopen. Terwijl deze game al sinds 2009 uit is of zo. 2010, sorry. Sorry, of nee. 2000. Ik weet het niet meer, fuck it ook. Daar ergens, ergens rond die tijd. Is dat ook een goeie? Er zit nog eentje hier binnen. Daar, je zag hem. Hij zit net de claymore neer. Hé, hey, dikke dildo. Ik heb... Oh, waar ga je naartoe? Oh, triple! Woo! Ah, fuck, hij zit er nog één te campen. Are you kidding me? Ik dacht er zit één iemand te campen, maar er zat er nog één man. Hé, hey, dikke dildo. Teammate naast je. Het was te proberen, teammate. Het was te proberen. Zit hij er nog? Ja, hij zit er nog steeds. Dat is die G18 Akimbo, man. Yo, thanks, teammate. Hij is dood. We hebben nu opeens 2 vlaggen. Ja, maar ja, we kunnen nog lang niet meer winnen, man. Zal ik gewoon C proberen te pakken? Gewoon YOLO mode even aan.
Oké, jongens, mijn YOLO mode staat aan. Fuck deze shit, ik ga hem gewoon pakken. Ik heb een scheid aan nu ook. Ik ga hem gewoon pakken, man. Jongens, als we deze vlag pakken, kunnen we misschien nog winnen. Nee, teammate! Als je me even had geholpen, had ik hem gehad. Je bent echt een dildo. Zo, hoe vaak heb ik dildo gezet in het potje? Maakt niet uit. En nu hebben we sowieso verloren, jongens. Dat was, als die teammate die liep over die vlag heen, hè. Teammate liep over die vlag heen. Als hij even erop had gezeten met mij. Gewoon even 2 seconden, dan hadden we die vlag gehad. Hadden we 3 vlaggen gehad. Konden we dit potje misschien nog wel echt keihard winnen. Alleen mijn teammate dacht, weet je, ik heb zin om te verliezen. We lopen er gewoon overheen. Dat is nou jammer, teammate. Dat is nou jammer. Maar ik dacht, weet je, we uploaden weer een keer Modern Warfare 2. Call of Duty met echt de meeste bullshit ever. Dat zag je ook wel in deze lobby weer gebeuren. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Ik vind het wel leuk om natuurlijk om deze Call of Duty te spelen. Dus mocht je hebben genoten, mensen, dan natuurlijk sowieso kijk op de like-knop hieronder aan. En hoop ik jullie ook weer te zien bij een andere video. Dus tot de volgende keer maar weer, mensen. Bye bye.